Ik ben Onno Zijlstra. Ik heb jarenlang filosofie gedoceerd aan Arthes Hogeschool voor de Kunsten en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. En mijn onderwerp is een boek van Kierkegaard, Stadia op de levensweg. Dat is deze. Een pil, een dikke kluif, die gaat over liefde en schuld. En die twee dingen in één is, het is grootse literatuur, die zoals alle grote literatuur de lezer een spiegel voorhoudt. En het is tegelijkertijd ook filosofie. Er wordt in gereflecteerd, er wordt gereflecteerd over liefde en schuld. En de lezer wordt meegenomen in die gedachtegang. En dat is precies een goede reden, twee goede redenen in feite, om het boek te lezen. Het is geweldig geschreven en het is grote filosofie.